Rinus Michels, 59 inmiddels. 1940 als 12-jarig jongetje bij Ajax, begonnen met voetbal. Voorin Van der Gijp, Van Basten. Van Basten, zou haast zeggen, na het missen van zijn strafschop, kwam hij tot grote hoogte in het duel tegen Malmö. Zette hij zich door en leek hij alles weer onder controle te hebben. En was hij ineens een hele goede voetballer die iedereen dacht dat hij is. Dat bewees hij toen. Michels wil wat weg. Naast hem Dick Advocaat. Tikkie te laat. Zo is het. Bijna 5 over 8. Niet de topper uit het Italiaanse arbiterkorps die daar staat. Wel een jonge vent. En Italië heeft op dit moment toch vrij goede scheidsrechters. Het wachten is op een grensrechter die de fotografen achter het doel van de Grieken wat naar achteren heeft proberen te krijgen. Dat nu is gelukt. Daarom kan de aftrap nu komen. Spelbos inderdaad aan die rechterkant. Siloy op links. Zij zullen hun mannetje zoeken. Rijkaard aan de bal voor het doorsteken. Van Schip. Rijkaard. En Siloy. De bal is buiten geweest, het is een ingooi. Het is wonderlijk eigenlijk, rond die wedstrijd Nederland-Polen was er zoveel te doen over die linkerkant. Over het gebrek aan linksbenige spelers, toen speelde Taamata over de voorin. En nu staat Muren daar als enige linksbenige, want Schip is rechts en Siloy is ook duidelijk rechts. Nederland gooit in. Het wordt wat lastig. In die hoek Van der Gijp gaat ingooien. Ingooi van Wouters, die dat het verste doet. Gullit. Amstolakis en Van Pakoulos zijn de mensen aan de zijkant bij de Grieken. Dat was Saravakos die de vrije trap meekrijgt. Koeman, de stap. Het zal duidelijk zijn dat in eerste instantie de organisatie achterin ook weer voor elkaar zal zijn. Aan Nederlandse zijde dat dat de opzet is van die beginfase. En dat het dan verder is aan Rijkaard en Van Basten en Gullit om de geweldige openingen te veroorzaken. Gullit. Wouters, Van der Gijp. Daar komt Gullit. Naast, prima actie. Prima aangevoeld door die twee gasten die elkaar toch blindelings weten te vinden in de loop van dit seizoen. Ook al omdat ze overeenstemmen qua karakter. Net bij de warming-up waren zij het die een aparte variant hadden. Terwijl de anderen van de ploeg in ploegverband eigenlijk optraden. Deden zij hun eigen voorbereidende activiteit. Michels. Rijkaard Gullit. Siloy. Van Schip. Verdedigend ploeg van Griekse zijde, zo wordt verwacht. Dat zal ongetwijfeld ook zo blijken. Van Vakoulas.
Sarafakos en Spelbos. De vraag is hoeveel tijd de Grieken ook willen winnen met dit soort situaties. Overigens is het nu Wouters die het spel ophoudt. En dat alles omdat de verdediging eerst georganiseerd moest worden. Anastopoulos. Of Mitropoulos. Van Basten. Weer een overtreding, weer van Spelbos. Spelbos bij Anastopoulos. En Siloy bij Sarafakos. Zo is het in het begin. Mitropoulos. Doeltrap. Rijkaard. Koeman achterin blijvend. En Siloy. Gullit loopt. Krijgt te laat. Nu op zeker wel. Kiezen naar Van Basten. Bij de trap weer. Snel genomen, Sarafakos voor Breukelen eruit. Oh, oh, oh! Ja, dit! Dat is snel en een tegenvaller dus. Van de eerste orde. Ik dacht dat het juist was dat Van Breukelen daaruit kwam. Heel snel genomen vrije trap. En dat is 1-0. Heel snel een tegenvaller. Sarafakos, die scoort. Heel beheerst en heel cool. Ja, die organisatie achterin, dat zat dus even scheef. Overtreding tegen Van Basten, Michos. Uit de vierde vrije trap tegen, daaruit kwam het eigenlijk allemaal voor. De vierde vrije trap binnen 4 minuten. En Nederland let het niet voldoende op, liet die vrije trap te snel nemen. Spelbos. En weer in het centrumruimte waar Spelbos overneemt. Spitsen, de twee spitsen spelen ver uiteen. En dan ontstaat er een groot gat daar achterin bij Koeman. Terwijl Rijkaard vrij uitloopt voorin. Weer. Ja, daar is weer ruimte. Koeman naar de zijkant en daar is het. Ja, nu is het buitenspel, dat is waar. Maar je krijgt daar toch lichtelijke gevoelens van onbehagen bij hoor. Koeman zoekend. Grieken kwamen ook tegen Polen op 1-0. Die verloren toen met 2-1. De strafschoppen. Koeman. Als hij gaat, moet Rijkaard achterin blijven.
Rijkaard bij Mitropoulos. Van Basten. Ja, de schrik zit er een beetje in. Anastopoulos loopt zich vast. Rijkaard. Van Basten. Met Michos. Van Vakoulas. Kovidis. Geen hulp dichtbij. Mitropoulos. Ja, Kovidis staat buitenspel, maar de scheidsrechter zegt ga door, want jij bent in balbezit en Kovidis staat niet hinderlijk buitenspel. Gullit. Nu. Drie mensen van Nederland verder voorin. In het centrum van Basten op rechts Van der Gijp. En op links van het schip. Dat is een vrije trap uiteraard. Bonovas is vaak de man die dat soort klussen moet opknappen. Veel heen en weer over het middenveld. De kleine die nu ook weer in de weg gaat staan. Zodat die vrije trap niet genomen kan worden. Dat wil op de duur wel eens kaart opleveren trouwens. Koeman. Koeman lijkt een beetje aangeslagen door dat voorval daarnet. Rijkaard Gullit. Griekenland gooit. Drie keer speelde Nederland en Griekenland tegen elkaar. Eén keer was het in het Europees kampioenschap. Dat was in 1980 in de eindronde toen. Nederland won toen. Trouwens die andere twee keer ook. Mitropoulos, die daar gaat ingooien. Maar dat doet hij weer. Voormalige aanvaller, tegenwoordig op het middenveld te vinden. Michos. Bonavas is daarvoor. Geen hens. Wouter. Rijkaard. Muren. Gullit vrij in de punt. Koeman. Vrije trap tegen. Twaalf minuten zijn er gespeeld en de schrik zit er nog een beetje in. Antonio, buitenspel. Doorgaan, voordeelregel. Van Schip, Rijkaard. Koeman krijgt gelegenheid om even een verhaal aan te horen, daar, van de bank. Wouters bij Kovidis. Vrije trap tegen Wouters. Ja, het aantal overtredingen aan Nederlandse zijde is in die beginfase opvallend hoog.
Dat gebeurt natuurlijk. Het maken van die overtredingen. Omdat ze noodzakelijk zijn, althans zo voelen de profs dat. Bal buiten ingooien. Van Schip. De laatste, Antonio, krijgt een vrije trap tegen. Goede bewegingen trouwens van Schip. Muren hier voor de vrije trap. Sorry bij de eerste, Van Basten achterin, verder niemand voorin. Van der Gijp. Hij komt er snel uit. De bal moet naar de linkerkant, ja. Over links, daar willen de Grieken bij die spaarzaam aanvallen over het algemeen de bal hebben. Kijk, nu is alles van de Grieken terug op één man. Anastopoulos die voorin zit. Koeman, Koeman nog maar eens. Hens. De stand ontstaan in de vierde minuut. Nadat er een derde van de eerste helft op zit. Gullit wil ook veel aan de bal zijn. Niet buitenspel. Van Schip. Nee, de lekkere vlotte aanvallen waren er dus nog niet. De derde man van rechts, dat is de coach. En die coach heeft als voordeel dat hij een gering aantal spelers heeft gebruikt voor de nationale ploeg gedurende de 3 jaar dat hij nu in actie is. Dat wordt als pluspunt van hem gezien en zijn resultaten zijn ook niet onredelijk. Anastopoulos als laatste. Ja, Spelbos heeft gelijk met zijn appel, maar het werd niet gezien. Ja, de bal wegtrappert. Dat gebeurt bij de meeste ploegen. Zodat Van Verkoelas weer even gelegenheid krijgt om zich op te stellen als bek. Rijk, Spelbos. Rijkaard kwam die bal alweer halen. En zo wordt dat tussenstation voor de opbouw overgeslagen. Apostolakis. Rijkaard. Ja, de muren moet hem kwijt kunnen. Daarom wacht hij niet zo lang. Spelbos. Van Basten eigenlijk nog nauwelijks aan de bal geweest. Mitropoulos.
En weer zo'n counter waarvoor Van Breukelen veruit moet. Ook los van de stand kon er worden verondersteld dat het belangrijkste deel van de wedstrijd zich zou afspelen op die helft. Waar dat nu dan ook gebeurt. Gullit. Het gekke is, het loopt totaal nog niet. Ook niet in het overnemen van elkaar staken. Koeman ging hard in en botste met Michels. Die overigens verkeerd in kwam en dus de vrije trap tegen kreeg. Koeman. René van der Gijp. Goeie bal. Goeie voorzet. Hoekschop. Eerste gevaar eigenlijk, zoals het daar vandaan kwam, bij Van der Gijp in de 19e minuut. Van Schip. Gullit. Van der Gijp ineens. Boem. Hoekschop. Het was Bonavast die in de weg stond. En Van der Gijp maakte de voet even los. Hoekschop aan die andere kant. Rijkaard blijft staan, maar er is voldoende paniek om nog eens een keertje te kijken of het vanuit een hoek kan. Sarafakos teruggekomen. Speelde die bal weer corner. Dit is Papadopoulos. Niet de vaste man in het goal. Maar er zijn er nog wat moeilijkheden mee met die positie. Weer een hoekschop. Vier op rij. Van Schip, Gullit bij die eerste paal, lastig genoeg. Bal blijft binnen. Van Schip. Van Basten. Beetje weggedrukt ook. En nu vast blijven zetten daar. Lukt dat aan het Nederlands voetbal? Ingooi voor de Grieken. Of een vrije trap tegen Rijkaard zelfs. Anastopoulos. Kovidis. Het zou wonderlijk zijn geweest als hij zomaar door kon lopen. Mitropoulos als laatste in Nederland gooit in. Koeman. Wouters slaat een arm uit, waardoor Sarafakos blijft liggen. Hij wilde buitenom en kon dat dus niet. Zij zegt het is al geen overtreding. Met de uitgestoken vinger is dus de coach. De scheidsrechter heeft gezien dat het met Sarafakos weer gaat.
Siloy. Kovidis. Antonio. Maar dat laat men dan rustig voorbij gaan, dit soort situaties. Balverlies is ingecalculeerd. De verdedigende posities worden weer ingenomen op dit moment. Siloy. Ja, de overtreding zie je aankomen. Alpersolak is gekozen voor. Koeman. Wouters gooit in. Rijkaard. Van der Gijp is vrij. Wouters, wie kan vervolgens? Een hoge bal vroeg Rijkaard voor de goal. Maar het is eerst circulering. Ja, en dan de fout. Muren, goed vastgezet. Het is de as die zoekt naar de vorm. Koeman, Rijkaard, Guldis, Van Basten. Guldis staat vrij. Koeman. Nieuwe kansen, Van Basten. Nieuwe hoekschop. Ja. Bij die voorgaande gelegenheden is gebleken dat de Grieken het daar moeilijk mee hebben wanneer Rijkaard en Gullit en Schelbos daarvoor in komen. Vooral wanneer ze dan daar rond die eerste paal kruipen. En vandaar eigenlijk de bal willen doorkoppen voor Van Basten. Nu gaat het ineens naar achteren. En gaat Van Basten tegen de grond op een plaats die geen enkele scheidsrechter meeneemt in zijn waarneming. Ook deze Italiaan niet. Oponthoud is natuurlijk groot bij dit soort gelegenheden. Rijkaard. Van Schip moet buitenom eigenlijk. Maar zoekt naar zijn rechterbeen en krijgt de vrije trap mee omdat het te veel geschopt wordt. Hier gooi voor de Grieken. En dan is die hoek weer vrij aan de linkerkant. Van Vakoulas. Ja, hartelijk dank. Hoekschop. Hoehoe. Spelbos tot twee keer aan toe. Zorgen we niet voor spanning. Wat te denken van die terugspeelballetje. Van Vakoulas, als hij ineens was doorgelopen. Ja, als inderdaad. Dan had Van Breukelen dus geen kans gehad. Nu is het een hoekschop. Twee mensen in de doelmond, van de Grieken dan. Van der Gijp. Natuurlijk een vrije trap mee tegen Bonavas. Van der Gijp die zo goed speelde tegen Spanje in januari in de oefenwedstrijd. Die het internationale podium ook koestert. Omdat hij weet dat daar de lieren liggen. Misverstand tussen Siloy en Van Schip.
Koeman. Van der Gijp. René van der Gijp. Van Basten, eerste keer aan de bal eigenlijk. Ja, je kan zeggen hij doet dat slecht, maar hij komt ook nauwelijks in het verhaal voor tot dusver. Bal binnengebleven. Nee, duwen. Vrije trap voor die, voor de Grieken. Muren goed. Dan weer een foutje bij Van Basten. Buitenspel ook. Doorgaan. Van Basten. Te fel. Manolas. Tot dusver is het Nederlands team niet diep in dat strafschopgebied gekomen. We houden ze dan bij die hoekschoppen. Maar het verdedigen wat de Grieken nu doen, doen ze toch meestal op de rand van het strafschopgebied. En het gevaar ligt natuurlijk ietsje verder bij de doelverdediger. Ja, aan schoonheid wordt niet gedacht. Dit is ruimer geblazen. Eerst even tegen de man aan, tegen Van Basten en dan omhoog gaan om te koppen. En dan is Van Basten uitgeschakeld. Zo is het recept tot dusver van die Manolas geweest. Van der Gijp wacht op Wouters. Gerlitz duurde lichtjes. Nu is het dan gevaarlijk in het strafschopgebied, dichter bij het doel. Van Vakoulas. Ja, en nu in een hoog tempo doorgaan, vasthouden. Voor dat laatste kwartier. Van Schip. Van de Snor, van de Stopelos, verspilt geen energie op dit soort momenten. Hij is er voor die paar kansjes die zich mogelijk nog kunnen voordoen. Wouters. Van der Gijp. Tegen 8. Bij het aantal vrije trappen. En de tijdwinst nu al. En ook alles ter ontregeling van de wedstrijd. Daar waar even tempo en vaart in het Nederlands spel zat, wordt het er op deze manier natuurlijk uitgetrokken. Anastopoulos hoopte op een vrije trap mee, ging in de weg lopen en inderdaad kwam het duwtje van Ziloy. De man die aan zijn 60ste interland bezig is, Anastopoulos. Het record staat daar in Griekenland op 61. Gullit. Oh, het is geel. Ja. Mitropoulos. Hij blijft er kalm onder, maar zal zeggen dat hij de bal probeerde te spelen op het moment dat Gullit aanzette voor een demarrage. Kijk hier, daar komt de aanzet. En op dat moment voelt Mitropoulos dat hij gepasseerd is. En dat hij met zijn overtreding moest komen op zo'n moment. Het was de eerste trouwens van hem. De man die het meeste met Gullit tot dusver te maken heeft gehad. Die het meest in de weg loopt voor hem.
Kovitis. Duwen, vrije trap in. Het wachten is op het vastmaken van die veter. En het moet of zo gebeuren en dan mag het spel niet verder gaan of het moet aan de zijlijn. Berustend. Dus tot verrekening is er natuurlijk ook nog geen reden om al te ongerust te worden over het verloop van de wedstrijd. 34 minuten, eerste helft. Koeman. Gullit. Bonavas. In het midden, ja, Antonio. Dit is Rijkaard. Antonio en Mitropoulos zijn de lange mensen. Zij gaan naar de bal. Weer een hoekschop. Maar die twee lange blijven voor. Achterin overigens, nu op de rand van het strafschopgebied, Mitropoulos. Alle aandacht richt zich trouwens op die eerste paal. Niet buitenspel. Van Vakoulas. En de linkerkant blijft leeg. Daar weer. Tsarafakos. Raar balletje waarop de bal wel binnen blijft trouwens. Gullit komt nu in het centrum, maar ja, dat loopt niet zoals het zou behoren. Die as door het midden. Rijkaard moet nu gewoon eigenlijk de bal hebben, zou je zeggen. Hij staat op de rand van een strafschopgebied. Dit is zonder gevaar. Muren. Apostolakis. Midden door natuurlijk. En dan houdt daar nog niemand hem tegen. Nu wel. En dat gaat dan weer ten koste van een vrije trap. Wordt die bal tegelijkertijd weer een eind weggetrapt. En wordt er verwacht dat er een verzorger het veld in mag komen. Longhi kent de taferelen. Begrijpt dat dit geen ernstige overtreding is. Hij maant Manolas tot opstaan. Maar tel je al dat soort situaties bij elkaar op, dan kom je toch aan een flinke periode waarin er aan voetbal niet gedacht kan worden. Van Vakoulas. Zarafakos. Mitropoulos. Hoekschop. Nuttig werk van die Mitropoulos. Hij zat nog in een uitzichtloze hoek eigenlijk. Hoekschop komt van Sarafakos. En daarnet was te zien dat Antonio en Mitropoulos het werk moeten doen als verst vooruitgestoken mensen.
variant op die vorige hoekschop. Apostolakis. Zarevagos. Oh, wat een goede aanval. Ja, ja. Prima aanval. Nieuwe hoekschop. Trapje tussen Van Breukelen en Anastopoulos. Anastopoulos vond dat Van Breukelen de bal wat hard tegen zijn borst gooide. Het spel moest blijven in de weg staan. Dat kan lang duren. Nou, nieuwe hoekschop. Van der Gijp moet opletten, daarna wordt gewezen. Buitenkant weer vrij, buitenspel ook. Rijkaard speelt natuurlijk toch anders dan bij Ajax. Daar steekt hij ook die grote stukken over. Maar daar staan dan verdedigers aan alle kanten. Siloy, Blind en Spelbos in het midden. En nu is er eigenlijk geen man op rechts. Dat is Wouters die de klus erbij neemt. Daar waar Koeman ook nog in het midden staat. Achterin. En die lijn door dat midden, die draait niet. Koeman zegt nu ook buiten beeld van tegen Rijkaard, ga jij dan, schuif dan door. Dat is natuurlijk een beetje tegen natuurlijk. Maar zo krijgt Koeman dan ook weer de ruimte. En dan moet Gullit in de punt naast Van Basten komen. Gullit, die eigenlijk in het hele stuk nog nauwelijks is voorgekomen, net zo min als Van Basten. En dat nu zijn toch de dragende krachten van het Nederlands voetbal. Rijkaard. Gullit vraagt nu heel nadrukkelijk om de bal al een tijdje hier. Koeman. Dat is dan des PSV's natuurlijk. Ja, zo zie je toch even wie met wie speelt. Nog maar 4 minuten in de eerste helft. En het spektakel is het nog niet geworden. Van Nederlandse zijde. En de Grieken hebben dat vroege doelpunt heel lekker op zak zitten. Antonio. Buitenspel gegeven, twijfelachtig. Aangezien het moment van spelen telt. Spel was Siloy. Van Basten, van Schip, Gullit nu in de punt. Hoe kom je daar? Van Basten, het wachten moe, is op zoek gegaan naar de bal. Gullit. Van Schip. Van Basten, ja. Wil balcontact hebben natuurlijk. Er staat een verroeste daarvoor in. Duwen. Antonio. ...30 meter. Anastopoulos blijft even in de weg staan. Of gaat er een gele kaart? Nou, het is goed dat hij er even mee dreigt, want het is een hoogst irritante bezigheid natuurlijk, in de weg staan.
wanneer er een vrije trap moet worden genomen. Dat houdt ze ontzettend op. Koeman. Nou. De keeper was op weg naar rechts, leek mij. Maar herstelde dat. Papadopoulos. Hij was logischerwijs op weg naar rechts. En moest toen terug dat die bal van richting veranderd werd. Mitropoulos. Siloy. Muren. Ooit getest als oranje klant in de voorbereiding van het wereldkampioenschap voetbal in 78 in Argentinië gehouden. Toen door Happel gehaald. En Gullit krijgt geen nieuwe vrije trap mee omdat hij te soepel tegen het gras ging. In dat duel met Mitropoulos. Heel gedisciplineerd traag halen de Grieken in het einde van de eerste helft. Apostolakis. En weer over die lege hoek waar Wouters naar het textiel grijpt. En waar Van Breukelen er goed uit is, maar... Waar de scheidsrechter even dacht aan een vrije trap en het spel toen door liet gaan omdat hij zei de man blijft in balbezit. Einde van de eerste helft ook. En het sliepende gefluit van het publiek zegt voldoende over het verloop van de eerste helft. Waarin Koeman ook op dit moment waarschijnlijk nog eens even terugdenkt aan dat ontstaan van dat doelpunt. En waarin het Nederlands team tot dusver niet naar behoren draait. En door dat snel verkregen tegendoelpunt nu dus achter staat met 1-0. Graag tot straks. Nu eerst terug naar Hilversum. Nee, we gaan naar buiten. Terug in het stadion. Waar de muziek aanstalten maakt om te verdwijnen. Maar waar... De spelerstunnel nog dicht is, zodat de rentree van de spelers nog even op zich zal laten wachten waarschijnlijk. Trouwens, de muziek gaat ook niet weg, het hek gaat wel voor ze open, maar ze maken nog een rondje. Wij kijken terug naar het beslissende moment en eigenlijk zit de aanleiding daar nog iets verder voor. Dit is het maken van het doelpunt door Sarafakos, waarbij Koeman het gat niet meer kan dichten omdat hij van te ver van opzij moest komen en Van Breukelen dus ook te ver weg moest verschijnen. Mitropoulos heel snel. En dan is dat gat open. Ja, daar is alle ruimte en het doelpunt wordt zeer beheerst gemaakt. Ja, dat was vroeg in de wedstrijd dus even slikken. Ook zeker voor al deze oranje klanten. Waardoor nu Nederland ineens ongelukkig achterstaat met 1-0 in een wedstrijd waarvan verondersteld werd dat we die toch ook wel even zouden kunnen pakken in groep 5. Zeker zien de resultaten van Ajax eerder in dit seizoen tegen Olympiakos. En Olympiakos is toch immers een belangrijk leverancier voor dit Griekse nationale team. Resultaten van de nationale ploeg, daar heb ik eerder over gesproken tegen Griekenland. Wel in 72 was het 0-5 voor Nederland uit. Maar wat zeggen we daar ook? 1972, dat is dus al heel lang geleden. 1980 Nederland-Griekenland tijdens het Europees kampioenschap waarvan de eindronde toen plaatsvond in Italië was het 1-0 door een doelpunt van Kist. Nederland deed toen tenminste nog mee, maar in 1980 was het echt een aflopende zaak voor het Nederlands voetbal. Zoals bekend. 82, 86 was Nederland niet meer vertegenwoordigd bij het wereldkampioenschap. Evenmin bij het Europees kampioenschap in 84. En nu
met het stijgen van de sterren van Basten, Rijkaard, Gullit met name, wordt verondersteld dat we er volgend jaar dus weer wel bij kunnen zijn. En dan zijn de reisjes naar Duitsland weer zo gemakkelijk te maken. En dan kan het Oranje weer de grens over. Zoals in de gouden tijd van 1974. In 1982 speelde Nederland nog vriendschappelijk tegen Griekenland. Dat was toen 1-0 door een doelpunt van Ophof in Eindhoven. Wat zijn er nu aan leuke momenten geweest voor dit Nederlands team? Wel, die kwamen voornamelijk tot stand via die serie hoekschoppen en deze kans voor René van der Gijp. Die daar dus eigenlijk via Bonavas overgaat. En aan de andere kant zat er ook nog eens dit, weer van der Gijp. En de kans eventjes voor Gullit, die hem niet goed op het hoofd krijgt. Dat zijn eigenlijk de momenten geweest in de eerste helft waarop Nederland moet teren. En verder moeten we veronderstellen dat het in de tweede helft allemaal wat beter gaat draaien. Dezelfde spelers als uit de eerste helft. En de wisselspelers, de mogelijke wisselspelers. Winter, Soufijn, verzorgen de wit. En Anastopoulos, de koploper van de Grieken. Even hier er tussenin. Kruisje van de 53-jarige coach. Zelf tussen 60 en 68 topvoetbal speelde in Griekenland en 10 maal international was. In 63 en 68 landskampioen was met AEK. Club waar hij ook in 79-80 actief was als trainer. Daarna ging hij naar de bond. Kreeg de jeugdploeg onder zijn hoede. Inmiddels is hij nu 2 jaar de baas van de Adel. Ja, het teleurstellende karakter van de eerste helft moet toch nog even weggespoeld worden. Wouters. René van der Gijp. Vrije trap is uiteraard voor hem mee. Krijgt hij dan toch eigenlijk gemakkelijk. Koeman. Gullit liep. Maar werd in de weg gelopen. Die enge linkerkant, Sarafakis vraagt in het midden, moet wachten, want anders liep hij buiten spel. En daar is Van Breukelen weer. Met Bonavas. Muren.
van het Schip. Muren. Van Basten Gullit. Van de Gijp leg hem eens. Nee. Dat zie je. Dat kon niet meer. Want de bal stuitte er niet op. Zat echt op een polletje gras. Waardoor Van de Gijp niet goed kon uithalen. Murens, goede voorzet. Van Basten. En dan valt die bal ineens dood eigenlijk daar in de modder. Artiest die van Vakoulas. Trouwens, dit is toch ook een beetje onbeholpen van Michos. Maar het is in Nederland om aan te tonen dat het echt onbeholpen is. Van het Schip. Hij is goed, dat is ruimte. Ja, van het geven van een voorzet bleek ook met rechts voor Van het Schip uit die linkerhoek zo lastig. En de counterkans hier. Mitropoulos. Overtreding Gullit. En wie je dat langzaamaan gaat doen, waardoor je nooit eens lekker in een prettig tempo geraakt. Antonio. Lange halen of de opbouw van achteruit? De opbouw van achteruit dus. Maar wie leent zich daarvoor in het verlengde, in het midden? Van Basten. Ja, zo kan je een tijdje buiten spelen uiteraard. Het zou te gek zijn geweest als Van het Schip daar de bal tussen de benen door had gekregen. Nu dan, Van der Gijp. Van Vakoulas. Nergens staat geschreven dat hij opzij moet. Anastopoulos. Bonovas. Ja, dat is heel handig natuurlijk. En een overtreding en een vrije trap. En prompt ook weer, terwijl er de Nederlandse ploeg achteruit gaat, het gewandel van de Grieken. Bosman maakt hem wat los. En Winter komt eruit. Aaron Winter en Johnny Bosman gaan zich warm lopen. Ten teken. Dit is buitenspel. Ten teken dat er veranderingen op deel zijn. Nu in de eerste 5 minuten van de tweede helft is gebleken. Gietje de groeten begraatje! Aaron Winter. En Johnny Bosman. Mietje de groeten! Mietje de groeten! En wie gaan dan sneuvelen? Spelbos. Gullit. Rijkaard. Mietje de groeten! Van der Gijp. Van Basten. De eerste keer dat hij eigenlijk iets kan doen in het voordeel.
verkeerd op het hoofd bij Siloy. Rijkaard. Gullit. Wouters. Van der Gijp gaat. Michos. Van Vakoulas. Wouters komt ook. Basten. Van Schip. Geleerd nu. Muren. Goed teruggelegd. Niet volgedaan. Gullit van der Gijp. Ja, de mouwtjes zullen omhoog moeten bij de Nederlanders. Er zal gewerkt moeten worden voor een echt verdienstelijk resultaat. En op in Nederland verkregen roem is niet voldoende. Van der Gijp. Nu zijn mogelijkheid tot schieten. Blokkeren weer door Michos. Aan de Stopelos. Geen duwen. Van der Gijp. Gullit. Achter. Goaltrap. Terwijl de scheidsrechter Papadopoulos maand tot opschieten, zijn Bosman en Winter nog altijd in aantal. Dan zal het interessant zijn om te zien wie zij gaan vervangen en of dat een verandering in speelwijze tot gevolg kan hebben. Meer kopkracht in de punt van de aanval, dat lijkt prettig. Dan heeft Nederland tot dusverre dat ook nog niet zo erg geprobeerd of ze daar heil te behalen valt met hoge voorzetten. Nu lopen Van Basten en Gullit elkaar aan te kijken zonder dat ze reageren. Van Schip. Daar is Winter. Siloy. Gullit komt erachter. Koeman. Het opsluiten is goed. Maar hoe krijg je de boel werkelijk open? Koeman. Ah, goed schot. Papadopoulos redding. Goed schot. En weer de opstelling bij de eerste paal. Voor deze hoekschop. De opstelling bij de eerste paal die interessant is omdat daar Spelbos en Rijkaard staan. Daar het doorkoppen. Vervolgens het doelpunt van Van Basten. Het doelpunt van Van Basten. Het doorkoppen wat dan lukt bij deze zevende hoekschop in de wedstrijd. Bij die eerste paal. Verricht met name Spelbos het werk en komt de zaak achterin in orde door Marco van Basten. Beheerst, cool ingeschoten. Nee. 1-1 in de 11e minuut van de tweede helft.
Muren. Gullit. Overtreding van Rijkaard. Is een goed moment in die tweede helft. Dit doelpunt. Om te veronderstellen dat er nog meer mogelijk is in die tweede helft. Op een nuttig moment, 11e minuut. 1-1 van Basten. Siloy. De vraag is of Michels zich nog herinnert dat Bosman en Winter langs de lijn lopen. En of hij dit duo op dit moment nodig heeft. Of dat hij nu toch eerst weer wil uitgaan van zijn beginopstelling. We zullen er in ieder geval wat langer mee doorgaan. Muren. Net toen de twijfel te groot werd, kwam gelukkig het doelpunt. Van Schip. Hoekschop. Die neemt Van Schip zelf aan die kant, terwijl ze aan de andere kant van Muren komen. En we kijken weer naar die eerste paal, zeker omdat het net zo'n succes was. Rijkaard, spelbos. Achterin Van Basten. Vasthouden. Oh, vanwege reclameren krijgt Marco van Basten een gele kaart. Deze gele kaart doet op dit moment nog niet werkelijk ernstige pijn. Ook al is de wijze waarop hij verkregen wordt jammerlijk. Vanwege reclameren. Van Basten heeft tot dusver in dit Europees kampioenschap nog niet eerder een gele kaart te zien gekregen. Wel Spelbos en Van Schip tegen Hongarije. Spelbos. Van Basten. Gullit, ja! Nee, oh, hij komt er maar naast. Hoe is het mogelijk? Want als die toch een bal panklaar op het hoofd gelegd kreeg door collega Van der Gijp, dan leek dat hier het geval te zijn. Ja, dit zijn tenminste tekenen van leven. Er gebeurt wat. En die eerste helft was wel erg doods. Kan, zou je zeggen, niet gevaarlijk worden. Maar dat komt dan mede doordat Wouters in de weg gaat lopen. Want aan de stooplos speelde Koeman natuurlijk wel uit. Snel genomen. Bijna weer niet opgelet. Spelbos. Te kort. Van der Gijp. Goed snel ingegooid door Van Basten. Nu stond Van der Gijp ook vrij. Gullit, ja. Wanneer Muren was doorgegaan. Als Nederland dit tempo kan vasthouden, dan komen de volgende kansen, zou je zeggen, vanzelf.
publiek is al mee. Mitropoulos mist. Gullit. Het gevaar ontstaat door die voorzetten waar nu Gullit en Van Basten naast elkaar komen. Mitropoulos, overtreding, vrije trap tegen. Hey, als hij weer een kaart krijgt, dan is hij het met haasje. Nee, dat krijgt hij dus niet. Het blijft bij een sfeervol verhaal. Ja, toch is dat wel een kaart waard. Alleen, de scheidsrechter herinnerde zich dat hij in de eerste helft al wat geels had gegeven. Vrije trap kan niet worden genomen door het hinderlijk in de weg staan. Het gebeurt buiten het zichtveld van de scheidsrechter. Die krijgt nu toch wel eens geel, denk ik. Hij moet echt 9 meter plus weg. Koeman. Nee, dat kan niet. Papadopoulos toch. Wouters gaf voor, maar er was niemand om af te ronden. Het gebaartje van Basten wil zeggen, ik had de bal wat meer naar achteren moeten hebben. Daar ging ik heen. En Wouters speelt in het midden. Antonio, Bonovas. Bal binnen. Anastopoulos, overtreding leek me dat. Koeman zwaait een arm uit op het moment dat Anastopoulos voorbij was. Eigenlijk voorbij was. Het is nu Muren die voor het oponthoud zoekt. Die vrije trap mocht niet ineens genomen worden. Xaravagos. Mitropoulos. Ja, er staan er toch een paar naar elkaar te kijken zonder dat er iets gebeurde. Het is de enige aan wie je denkt als je een kopbal bedoelt. Van Schip. Van Vakoulas. Maar de aardigheid van de tweede helft, 20 minuten lang, is dat dit Nederlands elftal pittiger speelt. Dieper wil gaan. Maar dat is ook nodig ook natuurlijk. Vrij op rechts. Nog een keer vrij op rechts. Deze is Xaravagos. Hoekschop. Nee, bal blijft binnen nog. Xaravagos. Niemand al speelbaar. Vandaar het zoeken. Van Basten. Goede beweging. Verleed omhalen en naast. Zo hoort het. Prima versnelling van Basten. Waarmee hij loskomt van zijn tegenstanders en kan voorzetten. Wat scheelt het? Te veel scheelt het natuurlijk om gelukkig te zijn.
Koeman. Wordt agressiever gespeeld. En daardoor beter. Dan kun je ook eens een foutje hebben. En dus is dit Nederlands team nu vaker in balbezit en draait het sneller. Van Schip, niet buitenspel. Muren. Hij heeft al een vrije trap meegekregen, die keeper. Die overigens wel heel erg makkelijk die bal los nu. Muren met de schep. Van Basten. Ja. En wie stoot wie dan aan eigenlijk? Al met al is het goed om op te letten op de klok. Want er komt een mannetje wat ter assistentie nu. Als goed is, is dat zo'n Topolos. Santopoulos is ook van Olympiakos. En hij komt erin voor Apostolakis. Nee, dat is niet zo. Hij moet voorlopig blijven zitten. Beetje paniek langs de zijlijn. Consternatie eigenlijk voornamelijk. Want die nummer 12 hoeft er nog niet in. De bordjes waren al omhoog. Maar omdat de scheidsrechter niet keek, had de wissel niet door. Rijkaard. Koeman. Nog 20 minuten. En ja, die gaan vervelend voorbij. Als ze de bal niet meer kunnen vinden. Apostolakis. Verleed van de Gijp gaat. Krijgt niks. Wie verzint er wat leuks? Muren. Breed kon niet, omdat Van het Schip was afgeschermd. Van der Gijp. De individuele actie, daar wordt naar gezocht. Of gaat die bal gewoon hoog naar het midden eens een keer? Anders moet Koeman van ver afschieten en dat heeft niet altijd zin. Dan wordt het obligaat. Nu komt er wel een wissel. Bosman komt. En Koeman gaat naar de kant. Ja, dan krijgen we nu waarschijnlijk toch meer mogelijkheden voor het opkomen van Rijkaard van achteruit. Want Rijkaard gaat nu naar achteren. Bosman komt. En ik denk dat Gullit naar het middenveld zakt. En ruimte maakt voorin voor Bosman. Dat is logisch. Want het verloop van de wedstrijd heeft daartoe aanleiding gegeven tot dusver. Die wissel... Verder is hij er dus in, Santopoulos. Voor Apostolakis. De
Er werd in de tweede helft alleen eens gespeeld op de manier die deed denken aan twee spitsen naast elkaar in het centrum. Die taak meer en meer doen. Die het ook regelmatig met elkaar doen. Vullit heeft even voorin gestaan naast Van Basten. Nu is het gewoon de clubgenoot van Basten, Bosman. Dan zakt Gullit meer naar het middenveld, waarin je ook dan wat meer ruimte zal krijgen. Omdat Rijkaard van achteruit werkt. Rijkaard. Risico is natuurlijk wel groot dat nu niemand Rijkaards werk overneemt. En dan vallen de gaatjes voor de counter. Eerst hier feest, hoekschop. Muren met de hoekschop. Spelbos bij de eerste paal. Rijkaard nu niet. Die blijft nu hangen. Achterin. Van Basten Gullit. Anastopoulos. Goed tegengehouden door Wouters. Die erg veel werk doet om alle gaatjes te dichten. En daar redelijk in slaagt. Na die angstige beginperiode. Van Koelis na een grapje in de oranje buurt. Rijkaard. Muren. Ja, misverstand. Van Schip wilde gaan, Muren wilde dat hij inkwam en toen kwam de paas verkeerd. Rutger dit. Muren. Ja, een trap die moest omdat hij uit nood geboren was van Siloy. Van der Gijp. Bij Van Koelas. Anastopoulos. Voldoende opgehouden door Spelbos. Obstructie op de rand van het strafschopgebied. Goed aangegaan het duel door die Griekse elf. Laatste kwartier. 1-1 is de stand. Na afloop van Nederland-Polen was iedereen redelijk tevreden. Voor zover hij in het veld was geweest. Met de eindstand. Maar een tweede gelijkspel in een thuiswedstrijd. Is ook dat nog leuk. Naast. Maar wel een hoekschop. Via de muur. Ontstaat een hoekschop van Sarafakos. Dus de rolverdeling is even wat anders geworden nu Koeman daar weg is. Ja, Bosman moet terug. Dat beseft hij nu al. Sarafakos. Rijkaard. Naast, gelukkig. Bonovas. Die stond al een akelige tijd vrij op de rand van het strafschopgebied.
Nu ook, maar nu wordt die bal nog bij de eerste paal neergelegd. Dan staat daar die Bonifaz helemaal vrij. Het is goed dat hij niet in één keer die bal kreeg. Gullit. Waar blijven die machtige Eindhovense passen van hem? Mitropoulos zet hem de voet dwars door steeds voor hem te verschijnen. Die andere 10. Die lange onderbroek. Wouters is daar in zijn eentje bezig met opjagen. En dan heeft het niet altijd zin. En zeker geen succes. Knappe techniek. Terecht, waardering van het publiek, ook vooral voor Sarafakos. Het uitlokken van de overtreding. De overtreding kwam ook. En zo krijgen de Grieken toch weer wat meer grip op het hele gedoe. Aan doelpunt in de 11e minuut is het nu toch inmiddels de 33e minuut van de tweede helft. Van Vakoulas. Mitropoulos. Waar het spelval is opengegaan aan de Nederlandse zijde. En heeft succes. Drie man sterk. Lag blauw in de val. Van Basten. Weer goed los. Weer goed los. Nou, Rijkaard. En Gullit niet bij Papadopoulos. Van Basten stond er om hem af te maken, maar toen ketste die bal weg. Toen ging die bal de andere kant op. Goed werk weer. Het is opvallend dat Van Basten daar 2-3 keer aan die rechterkant goed is doorgekomen. Blijft een rare grabbelaar ook, die keeper. Komt het schot van Rijkaard. En dan gaat die bal niet door naar Van Basten. Via de voet van Bosman. Dan gaat hij de andere kant op, in de drukte. Van der Gijp. Van Vakoulas. Sarafakos. Bij de Grieken zijn niet gekomen om langdurig voor te blijven. Als het niet gaat voorin, dan maar weer gauw achteruit om de boel dicht te houden. Winter wordt gehaald door Dick Advocaat. Ik kan me niet voorstellen dat hij zegt, ga nu maar weer op de bank zit. Ik denk dat hij mag debuteren in dit Nederlands team. Rijkaard. Winter uit de polder. Verschijnt zo meteen voor de laatste 10 minuten. Rijkaard. Muren. Waar blijft die bal voor het hoofd van Bosman? Oh, 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 niet buitenspel. Nou, ja, oh, nou, 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 nou. Ja, de grensrechtervlag begrijpt dat hij verkeerd heeft. Wil zijn vlag inslikken, maar de scheidsrechter heeft zijn vlag gezien en zegt van het is buitenspel. Foutje van de grensrechter, die dat zelf besefte. Rijkaard. Gullit. Gullit. Bos.
Van der Gijp. En Bosman en Van Schip. Op Bosman nu pas. En geen goal. Eerst Van Basten. Toen Bosman. Ja, wie eigenlijk niet eerst. Maar geen doelpunt. Van der Gijp. De hoekschop komt er al gehouden aan. Dus ik denk dat we de herhaling bijna moeten afbreken. Bosman. En de hoekschop gaat voorlopig nog niet door omdat de wissel aankomt. Van der Gijp naar de kant. Winter komt erin. Ook de Grieken willen wisselen. Een debuut van een man die aan het begin van het seizoen eigenlijk toch nauwelijks nog verwacht werd. Winter. Ja, een Gronings amateurclubje. Lelystad. Bij Ajax terecht gekomen. En daar een wissel voor Bonovas. Komt, oh ja, Skartados. Gullit bij de eerste paal. Winter. Skartados. Antonio. Van de stoken los. Prima uitgespeelde actie. Dat was voor het eerst eigenlijk in de wedstrijd van de stoken los. Op een voorbereidende werk was van Saravagos. 7 minuten. Het is nog niet barsten of buigen natuurlijk in zo'n voorronde van het Europees kampioenschap. Maar het zou toch wel leuk zijn als er gewoon een tweede kooltje kwam van Nederland. Xantopoulos, bal buiten. Winter. Wouters. Er staan nog 2 mensen van PSV in de ploeg. Hij is er 1 van, Gullit. Wouters. Vijf minuten. Maar misschien nog wat extra, omdat er veel oponthoud is geweest. Winter. Anastopoulos. Met Spelbos. Gullit, die zijn draai nog niet heeft gevonden. Nu vanaf de rechtsbuitenplaats spelen. Van Basten. Gullit. Omhaal en wat tegenhaal. Wat een schitterende actie. Van Bosman. Wat een prima actie. Daar hoor je voor te kasseren. Gullit. Bosman paal. Muren. Siloy.
Rijkaard. Mitropoulos weer. Serafagos, de gevaarlijkste man. Winter los, Anastopoulos komt. Hij moest wachten, hij kon niet ineens geven, hij moest kijken. En dan zit hij zelf in de knoei, want nu duurt het te lang. Winter krijgt een vrije trap mee. Trouwens, ik ben blij toe dat die Winter zich kalm hield in dat strafschopgebied. Want voor hetzelfde geld ontstaat er bij een Jon Broekie een overtreding. En ligt die bal op de stip. Duwen in de rug. Gullit vrije trap tegen. Voor deze mensen is 1-1 uit bij Nederland niet slecht. Antonio. Daar gaat hij. Hij kan niet pasen. Goed werk Bosman? Nee. Niet goed werk Bosman. Want die krijgt nu toch de vrije trap tegen. Wat duurt het dan lang? Als je hoopvol naar de klok kijkt. Aan de andere kant moet je ook zeggen natuurlijk dat de druk van Nederland tekort heeft aangehouden in die tweede helft. Bal buiten ingooi. Via de zijkanten dan een lange ijs voor de goal. Of in één keer voor de goal. Bosman. Ja, die is te benutten in de lucht. Die komt waarschijnlijk het hoogste van allemaal. Rijkaard. Goed werk aan de Anastopoulos. Opgelet door Rijkaard. Ja, ja. Blijft riskant. Het is maar een paar keer in de wedstrijd. Zoek nog eens één keer. Voorin, in het midden. Daar staan ze alle drie. Gullit, Muren. Serafagos. Serafagos. Anastopoulos. Zeker. Rijkaard. Winter. Bosman. Muren. Van Schip. Rijkaard. Gaat niet. Doeltrap. En dan wordt het zoeken naar de bal en dan zal het lang duren. Ik denk dat de scheidsrechter tijd bijtrekt. Van Bakkolos heeft de scheidsrechter gevraagd om te fluiten. Omdat hij een klok in de verte ziet waarop 45 staat. De stadionklok. Maar de scheidsrechter maakt zeer nadrukkelijk het gebaar van het is nog niet over. Ik heb nog wat te verspelen. Aan de andere kant. Hij lijkt 1 minuut aan te geven na zijn grensrechter. En deze mensen voelen dat als pure winst op dit moment. 2 minuten, ja, dat zou zelfs gezegd zijn. Siloy. Mitropoulos. Anastopoulos en een hensbal. Voordeel. Wat heet voordeel als hij nu weg mag? Vastgehouden door Spelbos. Voordeelregel nu door de scheidsrechter gegeven. En dan heeft niemand daar meer voordeel aan. Nederland. Zie je waarschijnlijk nu toch echt de laatste mogelijkheden.
Lange haal naar voren waarschijnlijk. Wegwezen. Xantopoulos. Nee, nieuwe kansen voor Nederland via een ingooi. Zenuwen, vierde hoogtij aan Griekse zijde nu. Om die gelijke stand vast te houden. En dat is ze gelukt, want de scheidsrechter blaast af. Dit is niet prettig voor het Nederlands voetbal dat hier gelijk speelt. Dat tenminste nog wel. Na een wedstrijd waarin het niet echt los wilde komen aan Nederlandse zijde. 1-1, wat wil dat zeggen? In groep 5. De Grieken staan nog steeds gunstig. Nederland behoudt de tweede plaats op dit moment in die pool. Maar dat wil niet al te veel zeggen, want er is nog zeer veel te doen. Ook de Polen doen zeer nadrukkelijk mee in de strijd om die ene plaats. Nog te spelen binnenkort Polen, Cyprus, Nederland, Hongarije gelijk met Griekenland, Polen. En dan Hongarije, Polen en dan de rest in het volgende seizoen. Schrikkelijk vind ik het. Het enige wat we kunnen zeggen is dat we kaart gewekt hebben ervoor. We hebben kansen, zat gaat. Gaat er maar één in. Begon eigenlijk al meteen in de eerste minuut, hè, toen jij een goede kopkans kreeg. Ja, die had erin gemoeten. Die had erin gemoeten. Ja. En dan loop je achter de feiten aan door die lullige tegenkomst. Ja, maar we hebben toch nog een goede kans gehad. Ik kan niks anders zeggen. Maar we hebben hard gewerkt. Dat is het enige compliment dat ik de ploeg ga geven, maar het is gewoon puntverliezen. Na het vorige puntverlies zei jij, er zat niet meer in. Wat zeg je nu? Ja, nu zat er veel meer in. We hadden nu moeten winnen. Anders hadden we ook moeten winnen, maar nu helemaal. De kansen waren er. Moeten we bang zijn voor kwalificatie nu of is er nog niks verloren? Nee, helemaal niet. Dus het is nog Griekenland, moet ook nog tegen Polen. De kansen zijn nog volop open. Oké, kruip maar snel in bad. Bedankt. Ja, oké, bedankt.